Welkom bij deze online mini-retraite van Dominicanenklooster Huissen. Deze wordt verzorgd door auteur en schrijftrainer Geertje Kouwenberg. We wensen u een fijne mini-retraite. Schrijven is je geest zichtbaar maken. En dat is wat we in deze mini-retraite gaan doen. Je hebt geen ervaring nodig met schrijven. Je hoeft jezelf niet te beschouwen als schrijver. Het enige wat je nodig hebt is een pen en papier. Dus mocht je die nog niet hebben, zet de video even op pauze en ga hem halen. Okay. Als je je pen en papier hebt, dan ben je klaar. Want eigenlijk is schrijven een vorm van meditatie. Omdat je je gedachten op papier zet, zichtbaar maakt. En dat gebeurt eigenlijk al wanneer je je boodschappenlijstje schrijft. Het gebeurt ook wanneer je je levensverhaal schrijft. En alles daartussenin. Alleen het is een benadering van schrijven, een soort fundamentele benadering van schrijven, die je niet overal direct leert. Op school leer je vooral hoe je goed moet schrijven en grammaticaal correct en hoe iedere alinea een kernzin moet hebben en al dat soort dingen. En later leren we nog veel meer dingen bij. Maar wat je niet zo vaak hoort is dat in de kern schrijven vereist dat je een verbinding maakt met je geest, met je binnenwereld, of eigenlijk met je hele wereld. En dat is wat we gaan doen. De benadering van schrijven die je zo meteen gaat doen, die komt uit het Zen-boeddhisme. Dus dat is nog een reden waarom het eigenlijk een vorm van meditatie is. Wat dat betekent dat het uit Zen komt, of in ieder geval wat het voor mij betekent, is dat het een hele sterke vorm heeft. En de vorm is dat we korte, getimede opdrachten, schrijfopdrachten gaan doen. Ik hou de tijd voor je bij. En ik geef je ook een schrijfingang. Ja, dat zul je zo meteen horen. En het enige wat jij hoeft te doen is je hand te blijven bewegen. En het op te schrijven wat er het eerste in je opkomt. Dus de manier waarop ik er vaak over denk is dat deze manier van schrijven een soort dictee nemen is van je geest. Je maakt een verbinding tussen je geest en het papier. En ik wijs heet het hier naar geest, maar ik heb geen idee waar die zit, maar wat dat dan ook voor je betekent. Ja? Dus we kiezen een ingang en daarmee stap je als het ware je geest in. En je blijft schrijven gedurende de korte tijd dat we schrijven. En nogmaals, ik geef aan wanneer we beginnen, wanneer we eindigen. En dankzij die sterke vorm ben je volkomen vrij. Dus binnen je hand blijven bewegen kun je overal heen gaan waar je geest heen gaat. En zoals je misschien zult merken of zoals je misschien al weet, heeft die geest geen moeite met bewegen en nieuwe dingen bedenken en afslagen kiezen en tijd en ruimte doorbreken. Dus je kunt daar helemaal mee naartoe gaan. Het schrijven wat je gaat doen in deze mini-retraite hoeft nergens heen te gaan. Het hoeft nergens aan te voldoen. Het hoeft niet goed te zijn. Het hoeft niet grammaticaal correct te zijn. Het hoeft niet eens waar te zijn. Je gaat gewoon dictee nemen van je geest. Ja? We gaan het doen. Pak je pen en papier. En de schrijfingang die we kiezen is er één die je voor de rest van je leven zou kunnen doen. Namelijk, ik herinner me. Dus je schrijft op, ik herinner me, en dan stap je je geest in. Je vertrouwt je eerste gedachten, je denkt niet na, je laat de controle los en je blijft je hand bewegen. Ik herinner me.
rondaf. En je kunt dit natuurlijk ook langer doen. Als je dit herhaalt of zelf doet, kun je je timer op 10 minuten zetten. Je kunt je timer op een kwartier, 20 minuten zetten, een half uur. Dat heb je zelf in de hand. En de reden waarom ik meeschrijf is omdat het zo fijn kan zijn om samen te schrijven. Zeker als je zo'n vorm kiest zoals we gebruiken, kan het een enorme boost van uitgaan om samen je hand te blijven bewegen. En een van de redenen waarom het zo belangrijk is om je hand te blijven bewegen, en trouwens niet als een malle, misschien heb je last van kramp, kun je eventjes je hand uitschudden en dan is dat een teken dat je misschien te hard je best hebt gedaan. Maar in grote lijnen is de reden waarom je je hand blijft bewegen, zodat je geen ruimte geeft voor dat stemmetje in je hoofd die zegt, ja maar wacht eens even, dit gaat echt helemaal nergens heen, of dit is echt zo saai, of dit is veel te eng, of dit mag je niet zeggen, of je denkt je wel niet dat je bent. En in de schrijfwereld wordt dat vaak de innerlijke criticus genoemd. En dat is een soort van deel van jezelf die, waar heel veel over te zeggen is, maar in ieder geval, het is een deel van jezelf wat je eigenlijk even parkeert door je hand te blijven bewegen. En wat je prima kunt doen is bijvoorbeeld opschrijven wat dat stemmetje zegt. Als dat stemmetje zegt, ik heb geen idee meer wat ik moet schrijven. Dan schrijf je op, ik heb geen idee meer wat ik moet schrijven. En nu nog steeds niet. En waar gaat dit heen? Of wat dan ook. Hè? Dus er is geen voorwaarde aan deze manier van schrijven. Dictee nemen van je geest. En de reden waarom dat zo behulpzaam is voor heel veel schrijvers, maar ook heel veel niet-schrijvers, is omdat het levert je een verbinding op met je geest. Dus nogmaals, dit komt uit Zen. Dus waarom mediteren mensen of waarom zitten mensen en kijken ze naar hun geest? Om er bekend mee te raken. Om vertrouwen te ontwikkelen in je geest. Er zijn zoveel redenen waarom je je eigen geest zou willen leren kennen en vertrouwen. Dat laat ik ook een grote delen aan jou over. Deze manier is heel praktisch en gelijk heel erg zichtbaar. En zoals elke beoefening, deze vorm heet writing practice in het Engels, dus ik heb dat vertaald naar schrijfbeoefening. Zoals elke beoefening is het iets waar je beter in wordt naarmate je het meer doet. En dat is ook een bepaalde visie van schrijven die we meestal niet meekrijgen. Zeker op latere leeftijd hebben we het idee dat schrijven iets is wat je kunt, waar je talent voor hebt of waar je inspiratie voor nodig hebt of een heel bijzonder levensverhaal voor nodig hebt. Maar deze beoefening gaat eigenlijk daaronder zitten en gaat uit van het idee dat, net zoals dat je, als je gitaar wil leren spelen, ga je gitaarles nemen, ga je noten leren, ga je een leraar zoeken, ga je oefenen, dat het hetzelfde is met schrijven. Wil je schrijven, wil je leren schrijven, dan moet je schrijven of dan moet je oefenen. Ja? En dan is je voornaamste schrijfgereedschap nog belangrijker dan het pen en papier, is je geest en de mate waarin je verbonden bent met je geest en de mate waarin je dat dictee kunt nemen van jezelf op een hele onvoorwaardelijke manier. Dus ook al is het saai, ook al is het eng, ook al is iets voor de duizendste keer, je komt opdagen voor je eigen leven en deze vorm traint je daarin. Het is alsof je spieren traint die niet zichtbaar zijn, maar van binnen zijn ze voelbaar. Ja? Dus mensen die dit vaak doen, schrijfbeoefening elke dag, schrijven 10 minuten, hand blijven bewegen, zijn hele sterke schrijvers in de zin van dat je ze midden in de nacht kunt wakker maken, pen en papier kunt gooien en kunt zeggen, videocamera, 10 minuten, gaan. Dus dat is een klein beetje achtergrond van waarom dit behulpzaam zou kunnen zijn. En heel veel mensen vinden het ook gewoon leuk. Het is leuk om je wereld zichtbaar te maken en je dingen te herinneren die je was vergeten. Mijn schrijfleraar Natalie Goldberg die zegt ook wel eens, schrijven is een manier om je leven voor een tweede keer te leven. En soms zelfs voor een eerste keer. Ik stel voor dat we nog een oefening doen. En ik heb een enorme voorliefde voor schrijfingangen die
niet helemaal logisch zijn. Sowieso kun je alles gebruiken als schrijfingang. Je hebt absoluut geen diepgaande, originele ingangen nodig. Je kunt elk willekeurig object kun je nemen. Je kan schrijven over je schoen of de sokken die je aan hebt. Of een verlengsnoer of wat dan ook. Maakt niet uit. Elke ingang is willekeurig omdat je er jouw leven mee instapt. Dus als wij schrijven over de sokken die we aan hebben, dan komen daar twee verschillende verhalen uit. En dat zijn natuurlijk dingen die je misschien al wel weet, maar in de details daarvan, op het moment dat je het gaat teruglezen of voorlezen, kun je een heel soort wereld ontwaren die er in die sokken zit. En dat is ook iets wat we doen in de programma's die ik hier in het klooster geef. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, kom zeker een keer dat samen doen. Oké, we gaan een ingang nemen waarbij het goed is om je te herinneren dat wat je schrijft niet waar, niet goed en niet begrijpelijk hoeft te zijn. Ja? Je volgt gewoon je gedachten met je pen en je blijft je hand bewegen. Oké, wat ik me niet herinner. Dus wat ik me niet herinner, maak dat af. En je kunt ook altijd terugkeren bij de opdracht als een soort anker als je op een gegeven moment een beetje de weg kwijt bent. Wat ik me niet herinner.
Oké, je hond weer af. Elke keer dat je op deze manier schrijft, stap je als het ware je, wat ze in Zen noemen, je beginnersgeest in. Dus je hoeft niet te weten wat je gaat schrijven. Je stapt er gewoon in, alsof je soort van in een ravijn stort. En hoe meer je jezelf dat kunt toestaan om niet te weten waar je pen heen gaat, hoe meer je kunt verkennen van jezelf en van je wereld. En dat maakt je uiteindelijk een hele sterke en stabiele schrijver. En nogmaals, dit is iets wat je oefent door te doen. Dus ik hoop dat dit waardevol voor je was. En je bent altijd welkom hier in Husse in een van mijn programma's om dit samen te verkennen. De basis is deze beoefening, maar we doen allerlei aanvullende vormen gebruiken we. Waarin we ook elkaar helpen om die spierkracht te trainen. Dus je bent altijd welkom. Dank je wel voor het meedoen aan deze retraite en hopelijk tot gauw.